Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Cold War. Vandaag nemen we even een kijkje naar Mistcraft. Mistcraft hebben we heel weinig gedaan in de vorige serie. Had ik een goede reden, het is heel onvoorspelbaar, het is niet echt handig, maar we zijn nu wel aardig goed voorbereid. Ik wil eens even kijken, we hebben hier een inkmixer. Als je hier inkvials in doet, die je op deze manier maakt, water bottle met ink of black saplings. En dan papier erin, dan kun je zo panels maken. En deze panels zijn onbeschreven. Dit zijn dus niet zoals de boeken die je vindt in dungeon chests en dergelijke. En als ik deze hier alle vier insteek, ik heb volgens mij ook een vijfde nodig. Zo ziet het eruit in ieder geval. Als ik nu een boek zou maken, bijvoorbeeld... Niemandsland. Dan werkt dat blijkbaar niet. Ik heb iets anders nodig. Ik weet niet precies wat, maar ik heb iets anders nodig. Misschien heb ik dus toch een pagina nodig. Ik heb pages. Zo, ik heb wel flat world pages. Daar ben ik aardig zuinig op. Maar ik doe maar eerst een lightning page. Want inderdaad, ik wil een paar flat worlds maken om te mijnen. Dus ik doe maar een lightning page. Misschien heb je inderdaad één pagina nodig. Of je zegt van, oké, die moet erin. En voor de rest... Nou, het ziet er niet naar uit dat je een vast aantal pagina's nodig hebt. Ik vraag me alleen even af waarom dit dan niet werkt. Ik ga even vlug op onderzoek uit en ik ga even kijken waarom ik geen linkboek kan maken. En zie daar het magische antwoord. Wat je nodig hebt is een linking page als eerste pagina en daarna een andere pagina. Dus we hoeven lightning helemaal niet toe te voegen. We kunnen gewoon een compleet random boek maken. Een one-way ticket zoals de achievement het aangeeft. Dat betekent dat we onze linkpanels kunnen bewaren. En dit is dus Niemandsland. Dus die zet ik hier neer op de standaard voor Niemandsland. Dit is de standaard voor Moonbase. Die is al gelinkt. Ik heb het volgens mij inderdaad al helemaal laten zien. Het is hier wel donker echter. Maar dit is dus de maan. En hier hebben we een korte base gemaakt met hier een oxygen bubble distributor. Het is nu heel donker, dus je kunt het niet goed zien. Maar er is hier werkelijk zuurstof. Oké, we gaan terug. Overworld, ik heb een paar boeken gemaakt die inderdaad hier naartoe leiden, zodat je altijd weer terug kan. Deze boeken moet je ook altijd meenemen als je naar een andere wereld gaat met een bookstand. Ik heb er hierin bij me, een linking book en een bookstand. En hier gaan we dan, Niemandsland. We gaan eens kijken waar deze willekeurige wereld ons heen brengt. Ik zit op 0-0 in het donker, in een wereld die ik niet ken. Even zien hoor. We hebben gelukkig een jetpack, dus we kunnen een stukje vliegen als we niet door bomen worden. Oh, kijk hier, de sterren zijn paars. Dat is uniek. En het ziet er eigenlijk gewoon uit als een normale Minecraft-wereld. Het is niet echt heel bijzonder, als ik eerlijk ben. Tot dusver, althans. Nou genereren deze werelden ook libraries. En volgens mij zie ik daar al een library. En die kun je dus raiden voor items. Dus dat is wellicht een heel goed iets... Hierin zitten namelijk allemaal soorten boeken. En deze boeken die wil je hebben voor andere soorten werelden. Ik zal hier eventjes wat licht maken, want het is hier bijzonder donker. Zo, dat is al stukken beter. Nu kan ik dus met mijn axe, kan ik dus inderdaad dit allemaal weghalen. Zo. Er zitten hier ook een paar verborgen kisten, zoals deze. Met ook daarin boeken en een notebook. Waarin je dus blijkbaar al je pages kan bewaren. Dus dat is fijn. Zo. Dus we nemen die notebook zeker mee. Oh, is hij nu al vol? Nee. Kan meer bij. Oké, je moet dus wel scrollen om dingen toe te voegen. Dat is een beetje vervelend. En we kunnen dus ook boeken jatten uit zo'n library. Dat is altijd fijn om gewoon lege boeken te hebben. Nou, verder liggen hier inderdaad een paar pages op deze tafels. We zullen ze straks allemaal bekijken. Want ik ben erg benieuwd naar wat we allemaal krijgen. Zo'n library is ook altijd een goed punt om een boek te maken om terug te gaan. Zodat je inderdaad niet zomaar verdwaald raakt. We weten nu dat Niemandsland hier is. We weten dat er een library is die we net hebben leeggehaald. En we kunnen dus ook weer teruggaan. We hebben heel veel boeken bij ons. Die kunnen we weer in de computer doen. Evenals deze lecterns. Superleuk. En inderdaad de chest in het hout dat we hebben gekregen. Nu kunnen we even kijken. Ik pak alle pages er even bij. Page. Zo. Gaan we eens even kijken in ons inventory. We hebben lightning, north direction, natural foliage color, flat world, dark lightning, destabilized redstone block. Dat is misschien wel interessant. Even kijken.
Island World, ook best interessant. Normal Sun, Blue Color, Caves, Ravines. Forest Biome, Large Biomes, Olive Color, Plains Biome, Skylands, Floating Islands, Eternal Storm, Yellow Color, Twinkling Stars en Magenta Color en Ice Plains Biome. Nou, dit zijn dus alle biomes die we hebben. En die kunnen we dus inderdaad gaan gebruiken om nieuwe boeken te maken. We kunnen ook gewoon weer een compleet random... moeten we even scrollen. Dus passen ze er niet in. De mechanics van dit notebook werken nog niet helemaal lekker. Maar goed, laten we dat even terzijde. Ik neem het notebook gewoon mee. Ik neem opnieuw een... daar gaat de server weer. Ik ben zo terug. En de server is weer opgestart. Ik zal eens eventjes kijken, waar waren we gebleven? Oh ja, we zouden een nieuw boek maken, denk ik. Ja, we hebben net die notebook gedaan. Ik zal weer eventjes een nieuw linkingboek en een bookstand meenemen, inderdaad. Terug te komen in de overworld is wel zo handig. Dus, deze twee hou ik in mijn inventory. Ze hoeven niet meteen op mijn hotbar. Het beste wat ik kan doen is eigenlijk in een ender pouch stoppen. Maar, hey, avontuur. Link panel. Als ik dus alleen een link panel gebruik en een ladder, dan maak ik een compleet willekeurig boek. Wat best interessant kan zijn. Dus hier een ladder. Oh, en hier een page. En dan noemen we dit niet Niemandsland, maar dit noemen we dan Iedersland. Want waarom ook niet? Dit is Iedersland, de andere is Niemandsland. En we gaan eens even kijken. We kunnen hier natuurlijk ook allemaal teleports toevoegen naar bases van tegenstanders, et cetera. Of van onszelf, eigen bases. Sign is wel handig, zodat je kunt zien wat is. Even zien. Sign. Als jullie je trouwens afvragen, dat is misschien wel een grappig weetje, waarom mensen denken dat ik zo slecht type altijd. Dat komt omdat ik een microfoon in me snuffert heb. Oh nee, Iedersland was het, hè? Ja, Iedersland. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik heb een microfoon voor mijn snuffert, dus ik kan mijn toetsenbord niet zien. Niemandsland en Iedersland. Dit is Iedersland, yes. Klik. Waar gaan we heen? We staan op het stone. Er valt allemaal zand. Ik zie mushrooms. Mushrooms zijn leuk. Oh, dit is... Het lijkt op een gigantische boom. Boomconstructie. Is dat niet eens even toevallig? Ik wou eigenlijk net iets laten zien met een gigantische boom aan het einde van deze aflevering. Dus dat is een leuke verrassing. Jetpack enabled, goddank. En mushroom biomes. Kijk eens aan. We kunnen hier dus mushrooms weghalen. En die meenemen naar de overworld. Nou, beter dan dit kan het niet uiteraard. Nu ben ik wel benieuwd naar... Oh, kijk dat. Kijk die grote bomen. Huh. Wat ik mij afvraag is hier ook ergens een library? Ik zie wel mushrooms. Zal ik de bookstand terugzetten op dit plateau? Ik denk het wel. Het plateau is wel aardig safe. Zo. Oh, ik krijg wel wat lag, moet ik eerlijk zeggen. Block lag. Niet zozeer block lag, gewoon FPS drops. Goed, bookstand terug naar de overworld. Komt hier op dit platform, want hier kan toch verder niemand komen. Het is dus altijd handig om te weten dat je een jetpack mee moet nemen naar andere werelden. Oké, we hebben dus een vliegend mushroom biome hier met wat oors erin in de zijkant, zie ik. Er moet toch wat meer zijn. Even zien, het is vlakbij 0-0 dit eiland. Oh, jetpack aan, goed zo. Vlakbij 0-0, dus we gaan eens even vlug kijken of we een library kunnen vinden. Zo ja, nemen we natuurlijk alles mee. Libraries zijn meestal in een radius van ongeveer 100 à 200 blocks vanaf het spawn eilandje. Of vanaf de spawn. Het is niet per se een eilandje altijd. Dit ziet er wel ontzettend vet uit hoor, al die world gen. Ik kijk even op de map of ik iets kan zien wat lijkt op een huisje. Maar ik zie alleen maar hout en sneeuw. Dus ik denk niet dat we eruit komen vandaag. Oh shit, hover mode moet wel aanblijven, dank u wel. Nee, het ziet eruit dat ik op dit moment niks kan vinden. Dit lijkt me echter wel een heel nare wereld om je timber mod in te gebruiken. Ik denk maar niet dat we dat gaan uitproberen. Lijkt me geen verstandig idee. Ik ben bang dat het eiland het enige is wat in de buurt komt van iets waar iets zou kunnen zijn. Dit is voor de rest alleen maar hout. En de wereld lijkt echt enorm.
bij het genereren hiervan. Wellicht omdat er zoveel airblocks zijn en airblocks zijn niet gebruikelijk. Tenminste, niet zoveel. Hebben ze gevonden. Dit is wel een coole wereld hoor. Dit is echt een boomland gebeuren. Even zien hoor. Wat is dit? Ocean Field Biome. Leuk. Glass Block. Wauw. Als we ooit glas nodig hebben, kunnen we daar dus heen om te silk touchen. Eternal Snow. Dat is ook niet echt wat je noemt super interessant. Even wat verlichting. En ik haal de library weer even leeg voor de verborgen boekjes die ergens hierachter zitten. Wederom niet echt geweldig, behalve dat ik 12 dungeon pages heb gevonden. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar, als we een dungeon world gaan maken. Wauw. Goed, dit is de library. Ik kan er zo 1, 2, 3 niet nog één vinden. Dus we gaan weer terug naar de overworld. En we gaan nu eens eventjes een boek maken met, inderdaad, je raadt het al, flat worlds en dungeons. En voor de rest misschien planes of iets anders wat we goed kunnen gebruiken. Hoe handig zo'n notebook ook lijkt, ze werken niet echt helemaal lekker. Met dat je bijvoorbeeld moet scrollen voordat je inderdaad een pagina kan toevoegen of weghalen. En het simpele feit dat je niet kan spatie klikken of shift klikken maakt het voor mij al stukken minder aantrekkelijk. Dit vind ik persoonlijk overzichtelijker. Als we hier gewoon page intypen, zo, krijgen we alles te zien wat we nodig hebben. We hebben eerst dus een linking page nodig. Die moet je sowieso gebruiken en vanaf daar kun je pages toevoegen. Het is niet een garantie dat elke page ook gebruikt wordt, maar het is wel waarschijnlijk. Dus laten we eens even gaan kijken. Ik wil graag Normal Sun, denk ik. Ik wil graag Ocean Oil Field. Wauw. Dat is best cool trouwens, als je echt olie nodig hebt. Ga ik binnenkort op terugkomen. 1 dungeon pagina. Dark Lighting, Floating Islands, nee, is niet echt nodig. Ik wil graag een Flat World. Ja, dank u. Flat World, Normal Sun, Plains wil ik eigenlijk. Gewoon standaard Plains. Ik zag ze net ergens staan. Plains Biome. Oké, Normal Sun is eigenlijk overbodig, maar om het toch maar eventjes zo te doen. Plains, Flat World, Dungeons en Normal Sun. En dan gaan we eens even kijken wat ze hiervan maken. Deze gooien we erin. Zo, 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 zo. Dit wordt dus Dungeon World. Nou, als de dungeons niet veel zijn, kunnen we hier alsnog gaan. Sign trouwens, dank je. Kunnen we hier alsnog gaan quarryen. En dat is dus het laatste wat ik straks even wil laten zien. Plus inderdaad een kleine beetje bonus. Dit wordt hier Dungeon World. Dungeon World. Ik kan echt niet typen met een microfoon voor mijn snuffert. Goed, gaan we dan. Dungeon World. Ben ik voorbereid? Ja. En we zijn op 0-0. Oh, daar zijn we. Oké, zijn dit meren van destabilized redstone? Ja, dat is redstone. Oh shit, er zijn ook heel veel monsters hier. Oké, ik zie dus, het is inderdaad een platte wereld. Library is dichtbij, dus dat is mooi. Meren van destabilized redstone betekent dat we hier heel mooi kunnen gaan pompen. Oh, en olie. Kijk eens aan. Meer olie dan ik ooit kan gebruiken. Dit wordt een van mijn favoriete werelden nu. Of is dit sludge? Nee, ik denk dat het olie is, want het spuit. En ik krijg geen status effect, dus het is inderdaad. Hier krijg ik ook geen status effect van, wat normaal wel het geval is. Oh, spinnen. Geweldig. Ik hoop niet dat het hier eternally dark is. Dat zou een beetje jammer zijn. Goed, waar was de spawn? Hier is de spawn en de library. Dit wordt een prachtige wereld om in te pompen en te quarryen. Dat weet ik nu al. Goed. Oh, de library is half opgegeten door een redstone lake. Dat is dan weer een beetje jammer. Ik hoop niet dat de gouden kist weg is. Tenminste, de kist met alle shit erin. Zo, jullie mogen trouwens opflikkeren, kleine rotbeestjes. Jij groeide zo voor mijn neus op. Dat is ook een wonder op zich. Het stikt hier van de monsters. Builder's wand. Valt mee. Zo OP is een builder's wand niet. Behalve dat je inderdaad sneller bouwt dan gebruikelijk. En dat is inderdaad wel handig. Moet ik eerlijk toegeven.
Goed, het zal hier wel stikken van de monsters. Dat geloof ik heel graag. Maar ik wil toch even vlug hier kijken. Auw. Shit. Kom op. Ik gebruik gewoon mijn axe, want mijn axe is fantastisch. Zo. Ik hoop dat die kist hierachter zit. Yes. Toch nog wat pages mee kunnen nemen. Goed. Dit wordt Dungeon World. Mijn favoriete wereld. Weet ik nu al wel. Ik hoop hier nog even wat dungeons te kunnen vinden. Dat zou wel fijn zijn in Dungeon World. Dat we dungeons vinden. We zullen het zien. Ik doe mijn jetpack even uit. Hebben we niet echt nodig hier. Spawn moet ik wel even noteren. Ongeveer. Het punt is met dit soort werelden. Dat hij inderdaad geen notitie maakt. Dat hij... geen spawn heeft die overeenkomt met de hoofdspawn. Aangezien deze library ook enorm verrot is, denk ik dat ik hier maar een soort van huisje ga maken op de spawn zelf en mijn boek daarop zet. Boek kan ik er nu sowieso wel even op zetten. Zo, als er niet al te veel mobs in de buurt zijn. Nee, oké. Okay. Boekje erop. Oh, dat zeg ik terwijl een zombie mij achtervolgt. Ja, zo. Rot op. Ik heb geen zin in jullie. Zo, het wordt langzaam wel dag. Dus dat is mooi. Het stikt hier echt van de mobs. Dat is echt niet normaal. Goed, ik zal even een notitie maken van de spawn ongeveer. Ik weet niet of hij deze waypoints opslaat. Dus ik zal ze elke keer opnieuw moeten doen. Dus niet vergeten. Spawn. Zo. Staat op de map. En dan gaan we nu even vlug een kijkje nemen. Naar of er hier ook daadwerkelijk dungeons zijn. Ik zie wel... unieke formaties hier. Dit zal olie zijn inderdaad. En dat is gravel dan. Ja, en dat gaat dus heel diep. Nou, gaan wij eens even kijken of we een dungeon kunnen vinden. En check deze zonsopgang. Zonsopkomst. Ik weet niet eens wat ik zeg. Check deze sunrise in ieder geval. Kijk eens, wat een mooie kleuren. Lichtblauwe lucht. Hebben we nou twee zonnen? Ja, we hebben twee zonnen en één maan. Oké, okay, dat is uniek. Heel uniek zelfs. De kleur van de biome verandert hier een beetje. Dus we zitten nu waarschijnlijk... Oh, paardjes. Altijd leuk. Het stikt in ieder geval van de beesten. Schapen, koeien, paarden. Allemaal meer dan zat. Dus daar kunnen we ook een paar van meenemen naar de overworld als we dat willen. Dat is altijd een goed idee. Wat is dit precies? Ik zie hier... Oh, dit is gewoon een oil sprout die precies deze vorm heeft. Ja, ja, oké. Okay. Ik dacht al, wat een unieke vorm is dat. Het stikt hier van de redstone. Als we ooit redstone nodig hebben in zijn vloeibare vorm, dan haal ik het hier wel weg. Want ja, ik zou niet weten waarom ik het in de overworld nog zou moeten maken eigenlijk. Wat ik me eventjes afvraag is wat hier te vinden valt qua quarries. Oh, ik zie hier allemaal gesteente. Ik denk dat hier iets aan de hand is. Of is het gewoon zo'n stukje zonder gras? Ja, het is gewoon een stukje zonder gras. Ik zie wel ores. Ores zijn wel exposed. Het is, zoals ik kan zien, koper, kool, nog meer koper. Het lijkt aardig op de gewone overworld. Dit zijn kleine waterfonteintjes, blijkbaar. Die gaan die trouwens naar beneden? Ja. Dus even kijken waar het precies op uitloopt. Oh, en natuurlijk weer een server crash. En we zijn weer terug. Goed, genoeg gehopt voor vandaag. Ik heb genoeg werelden gezien als ik eerlijk ben. Ik zit nog even vlug te kijken of ik dungeons kan vinden. Ik zie wel caves en ravijnen. Maar als ik een beetje door de wereld heen glitch, zoals nu, zie ik nog geen echte dungeons. Misschien komt dat nog hoor, misschien zie ik het nog verkeerd. Wat in ieder geval wel fijn is, is dat we hier kunnen quarryen. En in deze quarries zullen we geen olie tegenkomen. Dus als we gewoon de redstone oppompen, of misschien graven we wel door redstone heen, wie weet, kunnen we er tenminste wat mee. Ik zit even te kijken op de map, maar ik ben mijn waypoint kwijt. Oké, dus dit wordt iets lastiger. Ik ga even kijken of ik die, of ik richting ongeveer 0-0 kan gaan. Het zal hier ergens zijn. Het was denk ik iets in de 100 nog wat. Kijk, ik zie de library al. Het is dus als je uitlogt, dan ben je waypoints al kwijt in zo'n wereld. Dus dat je daar even rekening mee houdt. En hier is het spawnplatform. Goddank dat ik het kan terugvinden, dan zaten we hier vast. Goed. Ja, dat was het wat dit betreft. Ik wil je nog even vlug iets laten zien. In de overworld, wat ik gedaan heb. En dat is het volgende. Even kijken. Allereerst wil ik dit even opbergen. En daarna neem ik jullie even mee naar de kelder. Oh, een beetje lag. En zo, dit allemaal in de computer. Hoppa.
Jammer dat we niet de hele library mee konden krijgen. Maar goed, ik laat jullie nog even wat zien wat ik hier gedaan heb. Helemaal beneden in de kelder. En in de kelder is het donker. Oh, zo donker is het daar. Yes, ik heb hier een Ender Chest. Pink, white, pink. Dat is vanaf nu af aan voor de light base. En vanaf hier is een precision import bus. En wat dit doet is het verplaatst stacks naar ons ME systeem. Dus als wij een quarry aansluiten op deze resonant energy cell met daarbovenop de ender chest, wat we ook gelijk even gaan demonstreren, dan wordt het gelijk allemaal in het systeem gepompt. En vanaf daar kunnen we dus met andere ender chests, of gewoon met kabels en exportbussen, kunnen we ze naar onze pulverizers en onze redstone furnaces laten lopen. Ik kon niet op het woord komen voor een redstone furnace. Ik ben ook zo'n noob. Goed, hoe het ook zij, ik ga hier eventjes op het water een quarrytje opzetten. Niks bijzonders, gewoon een simpele quarry. Zo, hier. En ik plaats hem wel eventjes hier op de top van deze boom, want dat is cool, denk ik. Nee, dat is niet cool. Nee, waar heb ik het over? Ik zet hem hier op het randje. Dan blijven zowel de fabriek als deze waarschijnlijk geladen. Ik weet niet of dit werkte. Volgens mij werkte dit niet, hè? Als ik hem zo met de rug... Output op de rug. Nee, hè, dat werkt niet. Nee, er moet een kabeltje tussen. Dus die pakken we er even bij. Een redstone energy conduit. En ook een wrench. Zo, jij kan weer terug. Wrench. Zo, fantastisch. Jij hier. En jij hier. En nu gaat hij aan het werk. En dan gaan wij eens even kijken bij ons ME-system of alles binnenkomt. Want als we hier nu staan, zo. En we kijken hier. We zouden meteen kunnen zien dat er cobblestone wordt toegevoegd. Of althans, hij is al aan het mijnen. Ja. Even kijken. Oh, het gaat even over de spotloaders van Jelle inderdaad. Jelle heeft nogal wat spotloaders. Geen idee, als ik eerlijk ben. Ja, hij is nu druk bezig. Dus we zouden nu moeten zien hoe items worden toegevoegd aan het systeem. Begin het met zand inderdaad. Zand, dirt. Kijk, het wordt gelijk toegevoegd. Je kunt het zien dat het erbij komt in het systeem. En het houdt het ook makkelijk bij. Deze importbus, kijk deze energy cell, die is natuurlijk fantastisch. Die werkt als een tierenlier en de quarry loopt op volle toeren. En de importbus, de precision importbus, wel te verstaan, die pakt dus makkelijk alle items. Een gewone importbus zou dat niet kunnen doen. Wauw, een auto-assembler met geen enkel recept erin. Nou, ik weet niet eens precies wat het is als ik heel eerlijk ben. Goed, dit gaat in ieder geval lekker. Dit gaat gewoon zijn gangetje. En als die klaar is, dan kunnen we hem gewoon weer oppakken. Wat mij echt beter lijkt om te doen, is een redstone energy cell gebruiken voor deze quarries. Aangezien een redstone energy cell minder stroom kan behouden dan een gewone. En als deze zeg maar klaar is... Oh god. Ik kan echt niet typen met de microfoon voor me snuffert. Ja, dit is dus inderdaad. Dit gaat gewoon lekker. Dit wordt allemaal toegevoegd aan het systeem. En ik ga het dus ook zo maken dat het automatisch doorgaat naar. Naar de pulverizers en de furnaces wanneer dat nodig is. Zodat we gewoon makkelijk kunnen quarryen. Maar dat doen we echt niet vandaag. Dat doen we de volgende keer bij Krimi TV. Zoals we hier zien is de Sacred Rubber Sapling die hier staat in Not Enough Items een andere dan die ik hier in mijn handen heb. Er staat geen tooltip bij, Warning Packard's World Ship, dus ik ga er nog even een paar proberen. Ja, dat is een gewone. Nog één. Ja, dat is een gewone. Echter, zoals je ziet, als ik hem weghaal, komen er wel van die wolkjes. Vreemde groene wolkjes. Alsof je zeg maar net de bone meal hebt gebruikt. Dit zijn echter allemaal gewone rubber saplings die ik ervan terugkrijg. Geen dubieuze grote saplings. Of sacred saplings.
Oké, dus het werkt blijkbaar niet zo. We kunnen later deze aflevering even proberen, uiteraard in creative mode, op onze privéwereld, om even te kijken wat hier precies aan de hand is. En mocht ik toch iets uitvinden, ben ik zo bij jullie terug. Het is niet alsof we gecheat hebben of zo, maar het is wel dat we toevallig een perfecte sapling hebben gevonden. Ik heb een backup van de wereld gemaakt voor het geval dat, anders komt deze serie aan een abrupt einde. Durf ik het? Durf ik het? Ja, ik durf het. Gaan we dan. Bone meal. Bone meal? You did the bone meal. I did the bone meal. Mm-hmm. Just give it a sec. Hoezo? Moet die groeien over lange tijd? Of is het gewoon te weinig ruimte? Nee. Het heeft niks te maken met ruimte. Oké. Okay. Misschien moet je even je CPU checken. Mijn CPU checken? Ja. Ik denk inderdaad dat de server gecrashed is. Ja, dat is het. De server is gecrashed. Oké. Okay. Is... Oké. Okay. Can't reach server. Ik zal hem even herstarten. Ja. Welkom. Logging in. Hallo. Ik zie een boom. Ik zie een hele, hele, hele grote boom. En het is zeer donker hier. Oké. Okay. Jongens. Dit is een grote boom. Oh mijn hemel. Oké, okay, ik pak mijn jetpack en mijn andere spul eventjes terug. Zodat ik hier naar boven kan. Even kijken hoor. Zo. Au! Fucking spin! Echt. Hoppa. Dit is echt groot. Dit is niet groot, Thomas. Dit is gigantisch. Gargantueus. Dat is een woord dat jullie thuis mogen opzoeken, jongens. Gargantueus. Oh mijn hemel. Ik zal eventjes vlug al mijn items equippen. Oh my god. Hoe de hel ga ik hier ooit boven? Nou, ik zou er omheen vliegen en niet doorheen, want doorheen lukt niet. Nee, is het impenetrabel? Nee, maar het is een goede 150 blokken dik. Oh. Serieus? Ja, oh zonder grappen. Shit. Ik krijg me toch een FPS lag hier, niet normaal. Hoe groot is dit ding? Hier bovenop gaan we de buggy races houden. Ik denk het ook, Thomas. Oh mijn hemel. Dit zijn veel leaves. Weet je hoeveel lag ik ineens krijg? Gewoon FPS lag. Ja. Yeah. Ik ga even vlug naar options, video settings, fast graphics. Dat gaat wel stukken beter, omdat het leaves nu transparant zijn. Oh, volgens mij zie ik licht. Ik ben boven. Ik zie licht. Oh mijn hemel. Ja, ik ben bij het licht. Ben je er doorheen? Nee, niet doorheen, maar ik ben aan een andere kant. Oh ik ben voorbij God. De boom gelopen. Dit is dus... en er staat hier een eenzaam boompje in het midden. Oh, hij is nog hol ook. Voor een heel groot deel. Oké. Okay. En wat nou? Oh, dit zal vast een heel dom idee zijn, maar kan ik deze tree capacitaten? Nee. Oh, dat zou wel cool zijn. Oh, ik zag het proberen met mijn Flux Infused X, maar... Op de forums werd dat heel erg afgeraden. Oké. Okay. Ik krijg wel een reactie van deze boom in het midden. Die staaf. Die gaat wel. Als de rest meegaat, dan hebben we een enorme bloklenk. Ik heb goddank een backup gemaakt hiervan. Christ. En plop. Ja hoor. Het regent hout. No. Niet de hele boom is weg hoor. Alleen het middelste stukje is even weg. Oké, okay, nu ga ik echt de hele boom proberen. Fuck it. Shit. Oh, sorry. Holy shit, dat is veel hout hier beneden opeens. Ja. Oké. Okay. Make it rain.
Let it rain. Oké. Okay. Ik heb een frame drop, mensen. Ja, ik heb ook super lag ineens. Ik heb nog niet eens wat gedaan. Ik krijg ook niet meer in beeld of mijn jetpack nu aan of uit is. Dus ik heb echt geen idee of ik nu doodval of niet. Ik denk dat ik beter even relog. Ja, dat kan ik dus niet eens. Nee, server is wederom gecrashed. Jongens, mag ik jullie wereldwijd even afraden om dit te doen? I told you. I said it. Tijd om de backup te laden.